Ori, welkom erbij. In deze aflevering bepalen wij het gesprek met minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Minister Ori, welkom in het programma. Dankjewel. Op welke manier zullen de scholen voor het bijzonder onderwijs worden ondersteund gezien de moeilijke situatie? Het blijft zo dat historisch in Suriname we altijd een situatie hebben dat we drie soorten stromen hebben. De scholen die in het bezit zijn van openbaar, daar ben ik de baas van, de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Dan heb je dus altijd de scholen van bijzonder onderwijs, dat komt door de historie. U weet, vroeger waren de vooral de scholen van, hadden te maken met de godsdienstige lijnen. RKBO en natuurlijk IBGS hebben hun de weggelopen slaven in het binnenland. Die hebben ze onderwijs vanuit de christelijke visie opgezet. En dat is dus altijd gebleven in Suriname. Vandaar we in Suriname zo'n duaal systeem hebben. Bijzonder onderwijs, openbaar onderwijs. En een derde is particulier onderwijs. Dat is vooral apart, omdat je mag hier in Suriname een school opzetten als je aan de basisvoorwaarden voldoet. En we hebben ook een groei van particuliere scholen. Maar dat is niet hoofdpijn, want daarvoor betaal je als ouder keihard en dat draait wel. Mijn zorg is dus openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Wij gaan nu met de groepen ook moeten praten, want de scholen gaan achteruit van de groep. Een paar doet mij moeite via donateurs om te helpen hun school op te zetten. Maar het is niet zo dat de kerkelijke organisatie, religieuze organisatie, een heleboel geld hebben in hun bezit dat ze scholen kunnen onderhouden. Het is een hele dure tijd, materiaal, maar ook aannemers betalen. Dus je moet als ministerie, uiteindelijk zijn het onze kinderen die ook op die scholen zitten. En je kan niet zomaar zeggen van, ik blijf die lijn houden dat ik niet in jullie investeer. Dus we gaan veel meer moeten praten om ook die scholen mee te nemen in het concept van aanpak. Want wat heb je straks aan de ene kant openbare scholen die de picobello uitzien en het bijzonder onderwijs heeft te verduren. Dus je probeert altijd, ga je samen met ze moeten praten om samen naar die dossiers te kijken welke scholen hulp moeten. De overheid komt er niet onderuit om aan tafel te zitten om ook daar te helpen die scholen op kwaliteitsniveau te brengen. En het trainen van leerkrachten, zijn er plannen als we kijken naar het nieuw onderwijskolom en de praktische leermaterialen voor MULO-scholen? Nou, er is constant training aan de gang. Je hebt leerkrachten die hier in ons CINASU, het Centrum voor Nascholing Suriname, zijn. We hebben daar speciaal dat instituut opgezet. Trainingen zijn fysiek en sommige zijn online. We gaan nu naar de districten. Er is nu een heel programma in ontwikkeling voor het binnenland, waarbij we echt dus een heel programma gaan maken, heel snel, om trainingen in de nieuwe methodes en lesgeven, et cetera, op het niveau van in de klas ook verschuiven naar die districten. Waardoor we dit jaar ook die achterstand en wij gaan ze hun bezoeken op locatie. Wordt een zwaar en duur programma, maar dat gaat er gebeuren. Maar professionaliseren van onze leerkrachten is heel belangrijk. Daar zit de toekomst in. Het gaat altijd met ook veel moeite, omdat leerkrachten moeten tijd vrijmaken in de avonduren, in het weekend om te studeren. Het komt niet zomaar. We proberen ook met online, dat wil zeggen distant learning, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Twee doelgroepen zijn belangrijker hierin, is de leerkrachten zelf en vooral de schoolleiders. Schoolleiders ronden we een mooi experiment af dat we met het Moodle-systeem ze online hebben kunnen bereiken. Men studeert echt de modules via online. Dan gaan we langzamerhand ook leerkrachten, ook, want die leerkrachten zijn in grote groepen. Maar er is een heel aanbod van CINASU, professionalisering van het onderwijs. Daarna is er een derde groep zorgcoördinatoren waar we meer aandacht gaan besteden voor ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we aandacht voor het kind, sommige kinderen in de klassen op de scholen hebben leerachterstanden. En wij proberen zoveel mogelijk op die scholen zorgcoördinatoren te zetten en basisbegeleiders voor basisonderwijs, om vooral in die klassen mensen te zien die achterstanden hebben. En er zit nog een groep van achterstaan, ondanks de inzet van het ministerie in herkansing en aandachtsscholen, zitten nog mensen in het systeem
die slachtoffers zijn geweest, hetzij van een combinatie van COVID of zogenaamde doorstromingsregelen, 2 jaar hebben dat slachtoffers, moeten ze identificeren en helpen. Dus het is nu opgericht, in elk geval professionaliseren. We gaan het hebben van de leerkrachten. Hun niveau moet flink opgespijkerd worden, dat ze in staat zullen beter les te geven in de klas. Met een wat we noemen kindvriendelijke benadering. Wat we zien is dat het leerstofjaarklassensysteem, je gaat van klas tot klas over, moet langzaam veranderen in een meer op de behoefte van het kind gericht onderwijs. Dat wil zeggen, de zwakkere leerlingen, of het in een taal of rekenen of een ander vak is, moet meer uit het systeem gehaald worden om met extra lessen toch bij de les te blijven om betere resultaten, zodat ze niet uitvallen, zodat ze niet blijven zitten. En dat vraagt van een schoolleider, van een leerkracht, geen makkelijke taak, want zij gaan met de tools die ze beschikbaar hebben in de tijd van de school of daarbuiten, dat ze dus enorm veel mogelijkheden moeten hebben om wat meer te doen aan de individuele noden van het kind. Dus dat verschil wat nu gemaakt wordt is meer letten, niet op het gemiddelde van de klas, maar proberen aandacht te verschuiven naar de leerling toe. Met zijn bijzondere kenmerken. Er zijn soms culturele verschillen, er zijn verschillen in sociaal-economische status van het kind, armoede, bepaalde buurten. En we moeten nu meer gaan letten op de prestatie van een individueel kind in de klas. En helpen te ondersteunen en te begrijpen waarom het kind misschien niet de juiste leerhouding heeft of profiel of motivatieprofiel om te proberen ook daarin iets te brengen. Het gaat van ons heel veel ver, ook van de ouders en die omgeving, dat je ook bijvoorbeeld na een stukje huiswerkbegeleiding moet gaan doen. In het weekend moet je kijken hoe je wat meer activiteiten kijkt. De school is na 2 jaar eigenlijk leeg. De meeste scholen, sommige hebben op die scholen activiteiten van andere instituten, dat is ook zo. Maar er zijn nog steeds veel scholen in de buurten, in de wijken, in de districten die gebruikt kunnen worden omdat we een extra programma voor de mensen zetten en zeggen, luister, als je even thuis bent geweest en vergeten hebt, zou er een extra programma kunnen zijn na 2 uur of na 4 uur. Zodat het gaat erom om steeds meer op maat gedifferentieerd naar kinderen te kijken en ze helpen meer naar hun talenten te kijken, meer ze helpen met hun huiswerk. Maar je moet niet onderschatten dat zaken als sport en spel, maar ook bijvoorbeeld muziek, beeldende kunst. In elk geval, elk kind heeft bijzondere talenten. Niet iedereen hoeft een ingenieur te worden, professor of econoom. Je moet ook kijken dat mensen zich interesseren voor de cultuur, voor beeldende kunst, voor andere vormen van creatieve, artistieke dingen, zang, muziek. Dus we moeten breder gaan kijken. Daarvoor heb je dus community scholen nodig. De school is ingebed in de omgeving waar de mensen wonen. En de mensen moeten ook bijvoorbeeld muziekles kunnen volgen. En dat is het concept waar we veel meer willen toepassen. Dat we na 1 of 2 ook de buurten in de gelegenheid kunnen stellen om ICT-cursus, muziek en andere dingen te doen. Zodat we onze bevolking helpen upgraden. We praten over permanente educatie. Dus als mensen hun hele leven worden getriggerd. En ook de oudere mensen die ook na 2 een cursus willen doen. We moeten meer faciliteiten gaan ontwikkelen in de buurten, in de wijken, dat leerlingen, ouders en ouder ook kunnen leren. En dat is het concept. Maar laten we alvast beginnen vooral die leerlingen meer kansen te geven. Dat is die belangrijke doelgroep. En tot slot, minister, wat zijn uw lange termijn doelen voor het onderwijs van ons land? Nou, wij hebben dus een beleidsnota ook aangegeven dat we toch gaan werken aan 3 grote pijlers, wat ik ook altijd zeg. De leerlingen en de studenten zijn een belangrijke populatie. Je ziet, je praat over leerlingen. Natuurlijk is het praatje over primair en secundair onderwijs. En dan maak je de hoograad om studenten. Dus je moet goed gaan kijken naar studiefaciliteiten. Ik denk dat we beurzen moeten uitzetten voor kinderen die natuurlijk uit families komen met een stukje slechte sociaal-economische omgeving. We moeten mensen aanmoedigen om meer prestaties te leveren, te begeleiden.
We moeten meer kijken naar die verschillen. We hebben grote achterstanden in het binnenland en sommige districten waardoor we extra groepen, bijvoorbeeld de jongens die veel uitvallen. We hebben jonge dames die, we hebben heel veel jonge kinderen, teenage pregnancy, dus die jonge kinderen die zwanger raken. We hebben heel veel mensen die uitvallen van tijd tot tijd in het systeem, zowel in het primair en secundair. Kortom, een heel programma voor de youth. Mental health issues zijn er ook veel in ons land. Dat is een heel programma rond die leerlingen en die studenten. Tweede pijler is leerkrachten en docenten. Dat is ook hetzelfde verschil, waarbij we aandacht moeten geven aan het beroep van leerkracht. Je moet kijken naar incentives. Laat het beroep een beetje beter gewaardeerd worden, zowel de arbeidsvoorwaarden, secundair, primair. Kijken wat je eraan kan doen. Wij hebben ons best gedaan als regering om nu de salarissen wat op te trekken. 3.500 SRD is nu ingebed. En deze maand, als het goed is, moeten de mensen bijna ook 15% meer geld krijgen. Het is het prille begin, lang niet genoeg, maar het zal een opwaardering moeten plaatsvinden voor met name de leerkrachten. En het beroepsimago moet opgevestigd worden. Ook willen kijken naar de opleiding, de pedagogische instituten en ook het IOL. Daar moeten worden onze leerkrachten geprofessionaliseerd. Daar moet het aanbod blijven doorgaan. Kortom, we moeten meer naar een proces van certificering van onze leerkrachten. Wat moet je hebben om echt een kleuterklas of basisonderwijs goed les te geven? Wat doe je in secundair onderwijs en verder? Dus belangrijk is dat we, en het laatste pijltje is wat wij noemen de leeromgeving. Dat is goed letten op de kwaliteit van de gebouwen. Daar zijn we al bezig. De faciliteiten erom. Gratis internet is een normaal ding. We moeten ook onze leeromgeving kijken. Bibliotheek op scholen moeten meer sportvelden komen. Dat je dan die combinatie, het curriculum in balans hebben. Ik zeg altijd, de leerlingen moeten leren met hun hoofd, met hun hart en hun ledematen. Dat is zeggen natuurlijk, psychomotorisch moet het allemaal gezond is met sport, et cetera. Als je daar een mooie balans kunt hebben in het curriculum, daar gaat het eigenlijk om kinderen maximaal te kunnen ondersteunen. Dus die faciliteiten peilen, de laatste stuk, daar is het grote geld in. We moeten garanderen dat we dus elke school in een soort A1 kwaliteit kunnen hebben, dat die op tijd gemaaid wordt, de tuin en de gebouwen en de oppervlaktes eromheen, schone toiletten, dat zijn dingen die moeten gebeuren, we moeten gaan organiseren. En belangrijk is dat die faciliteiten met beamers, tegenwoordig moet je computerlokalen ook klaarmaken voor het leren, niet alleen over ICT, maar met behulp van ICT. En die zaken moeten we in geloven. En natuurlijk heb je een aantal speciale doelgroepen. Denk waar onderwijs binnenland, een grote zorgenkindje van ons. De verwaarlozing die plaats heeft gevonden. Morgen is er een groot congres in Toradica over onderwijs binnenland. Waar wij proberen de hele dag, zullen we dat ook traditioneel gezag is daar aanwezig. De verschillende ministeries zijn er ook en mijn staf zit er daar. Er is heel veel bezoek uit het binnenland, zal er zijn van deskundigen, bijna 200 plus mensen hebben we geregistreerd. En daar zullen we proberen met de actieplan ook te komen. Er is veel gezegd de afgelopen tijd over onderwijs binnenland en jaren. We zijn 40, 45 jaar bezig met het onderwerp en toch zien we dat toch die dingen niet gebeuren zoals we. Nu heb je de mogelijkheid met nieuwe technologie, distant learning. Maar we moeten garanderen dat als we hubs ontwikkelen op die verschillende plekken in de dorpen, dat het materiaal onderhouden wordt, niet gestolen wordt, niet verdwijnt. En dat het voor de kinderen is, voor het dorp, et cetera. Maar op het ogenblik hebben we geen mooie verhalen over scholen daar. Ze worden slecht onderhouden. We hebben te maken met termieten. We hebben met houtluizen, vreten de scholen aan. Dus je gaat ook met andere soort bouwtechnieken daar moeten bouwen, bijvoorbeeld stalen constructies. Want in het moerwoud zie je toch dat termieten en vleermuizen, je wil het niet weten allemaal. We gaan veel meer moeten naar huisvesting bouwen van onze leerkrachten. Maar ook daar hoort sport en spel.
Ik vind dat de kinderen daar niet minder moeten krijgen dan wat we in de stad hebben, in de kustvlakte. En dat is een moeilijk ding, maar je gaat helemaal mensen verantwoordelijk moeten maken om toch te letten op onze faciliteiten. En daarvoor is de best geschikte vrienden, zijn wij, dat zijn districtscommissaris. Met zijn bestuurders of haar bestuurders zullen we kijken hoe we toch veel meer mensen verantwoordelijkheid. Want kijk, ik kan niet altijd vanuit de Kafloedienstraat hier kijken hoe het in Malobi is of Kuyaba. Je moet natuurlijk mensen hebben, je ogen en je oren, die voor je letten op hoe de situatie van die scholen is. En wat we zien dat jarenlang verwaarlozing plaatsvindt. En pas als het helemaal in de problemen is, krijg je daar foto's. Mensen zijn ook in het binnenland kritischer geworden met hun telefoon. Ze laten hun voice, hun stem horen. En dat moet en mag. Maar nogmaals, we gaan samen met elkaar als republiek, als land, zullen we als de staf van het ministerie met samen anderen, ook met de politiek, veel betere afspraken moeten maken. Om vooral een integraal programma voor het binnenland stevig uit de voegen te halen. Om binnen nu, en dat is het commitment waar ik morgen wil kijken, hoe wij samen daar het actieprogramma moeten gaan hebben. Want op het ogenblik zijn we alleen kleine brandjes aan het oplossen en het afblussen. Maar je moet naar dat grotere plaatje van, en daarom heeft de regering gekozen voor grote campussen. We hebben gelukkig in Marowijne, Mungetapu. We hebben in Para hebben wij ook een grote campus. En er is nu allemaal wat de voorbereiding gedaan voor een VOS-scholengemeenschap in Brokopondo. Dat weet ik heel zeker, dat het de belofte niet wordt aan een bord of zo, of eerste steen leggen. Het geld is er. Er is een mooi voorbeeld hoe de community daar van Brokopondo met traditioneel gezag, samen met het bedrijf CGN, Roosevelt en het ministerie, een samenwerking heeft, een partnerschap, om werkelijk die school binnen nu en anderhalf jaar in orde te hebben daar. Dat betekent voor Brokopondo dat vele, een paar studenten daar, tientallen studenten kunnen daar op die scholengemeenschap, HAVO, VWO, IMEO en NATIN, kunnen daar een stukje opleiding krijgen. En die campus gaat daar weer groeien later tot een hele integrale dorpsaanpak waar mensen wonen. Zodat we ook later op het terrein ook meerdere scholen kunnen plegen. Het is een soort groeikenner. Dat is een stukje ontwikkeling die we allemaal moeten ondersteunen. Ik ben optimistisch nog steeds. Alleen, je hebt tijd nodig en goede afspraken. En de financiële middelen die dus uit het commitment komen, moeten werkelijk vrijgemaakt worden. En dan gaan we betere stappen maken met het onderwijs. Zo heeft u het gehoord van minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En hij geeft onder meer aan dat er alles aan wordt gedaan om de problemen of uitdagingen binnen ons onderwijs te overbruggen. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Saranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp via ons te belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Saranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd. Thank you.